naar Plopsaco. En daar is Clinty. Da-da! Daar is Clinty. We zijn in Luik. En kijk eens, we moeten hier haarspelbochten doen. Ja. Onder de brug. Oei. En daar in de zon, kunnen we nu niet zien op beeld, is Luik Centrum. Heel in het station van Luik en dat is al moe. Oei, oei, oei. We zijn hier op 25 kilometer van Plopsaco. Elan, alles in orde? Ja. We zijn wel een beetje off-road door een bos. Mm-hmm. En we hebben al afgezien. Het is toch zwaar zo. Dit hadden we niet verwacht. Nee. We zijn hier al letten door de modder aan het gaan. Echt erg. Zijn er, jongen. Oh la la. 102 kilometer, Elan. En we zijn naar de waterval van Co en Plopsaco. En hier is de waterval van Co. Elan, dikke zoen voor mama. Ah, Elan wil al binnen gaan, maar we moeten eerst eens gaan horen. Daar is een ingang. Elan, voor dit heb ik ja, veel stress voor dit. We zijn weg, jongens. Oh nee. Allee. Wel een mooi zicht, hè? Ja. Gaan wij hoger als die boom? Ja. Nee, nee, stop maar. Nee, je gaat hier als een boom, hè? Oh, nog hoger? Ja. Allee, jong. Nee. Zot, ben jij zot? Nee. Wauw, wauw. Ik ga je gsm laten vallen. Oh, de watervallen van Co. Waar is onze camping? Daar een meer, hè, dan zie. Een stoelmeer. Onze camping is. Tot tegen die bomen. Nu, kijk, ik raak hem. Woehoe! Oh ja, oké, okay. Ga, wow, snel! Dan gaan we die jongen niet. Wow. We gaan 300 per uur met een remmen. Remmen. En sneller en dan remmen. Ja, goed zo. Kijk, nu kan je het helemaal alleen al, hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft.
Amai. Heel raar, hè? Zeg jij nat? Ons gemak. We hebben nu juist bijna de vis op. De forel vers gevangen hier uit de rivier achter Elan. De dan blijven. Gevangen door een Hollander. Die dus ginder op de camping zit. En die heeft die forel gezouten 2 uur lang. En dan gerookt. En hij was nog lekker warm toen we hem kregen. En wij zitten hier. Ja. Het is gewoon aan de dan blijf. Fantastisch. Ja. Dat is echt een goeie vakantietje. En Plopsaco hebben we ook al gedaan. Alle attracties, meerdere keren. En nu gaan we... wat gaan we doen? We gaan hier een pintje drinken op de camping. En Elan een Fantatje of iets. Dus we gaan iets drinken. En daar kunnen gezelschapsspelletjes spelen. En straks is er nog een kampvuur. En het fietsen naar hier is goed gegaan. Het was wat tegenwind, al is zijwind. En nu krijgen we nog... van alles hebben we juist die vis gegeten. Heel goed. En nu gaan we naar de camping. Hebben we kampvuur en alles. Maar eerst gezelschapsspelletjes. Elan maakt marshmallows op een stok met een vork. Ja, ik ga toch niet drinken. Ja, ik heb geen dorst. Papa! Ja. Die hebben gewoon hier opgeduwd en dan waren we in alle bal gekomen. Die zetten hier vast. Amen. Weet je hoe dat dan noemt, dat ding? Toppenbiljaar. Een goede morgen. Elan is al aan het spelen. We gaan zowiet ons croissantjes eten. Hier op camping La Cascade. Kiekeboe. Kom maar even kijken. Ik ben ook aan het vissen, maar dan met de camera. Nou, kom maar kijken. Hier is bijna niet veel stroming, hè? Want hij is best wel, want hier is een beetje diep. Zo, een beetje hier. Kijk, laten we... Maar kan je niet beter daar staan? Pak ik de lijn, kijk zo. Zie je dit? En dan doe ik zo. Oh, even op de lijn. En Elan, hoe is het vissen al gelopen? We hebben nog nul gevangen. Dat is normaal, maar je moest het ook snel doen. Zeg, we moeten vertrekken. Het is nu... Maar nu zie. Het is 15:15 en de trein vertrekt om binnen een kwartiertje. We moeten nog ticket kopen, we moeten nog kijken, die fiets loskoppelen. Ja. Ik ga zelfs te laat zijn, denk ik. We gaan stoppen, Elan. Hè? Misschien... Dikke dankjewel. Hey, Elan. Ciao, ciao. En lief zijn voor jouw broertje, hè? Ja. Nou, goede reis. We gaan nu daar voorbij het padje naar Tim overpakken, oké? Even vasthouden. Heel eventjes nog. Nou, goede reis. En die staat in Doei. Die staat wel aan. Dag Elan. Ja. Ja. Nou ja, dus we zijn met de trein Elan. Want het regent. Hè. We zijn nu al in Hawaii en het zit erop. Dus wij gaan terug naar huis. Allee, we gaan nog 10 kilometer fietsen vanaf Vlaanderen. Wat doe je hier in Leuven? Een sandwichje eten. Een sandwichje eten, maar hoe komt dat jij in Leuven bent? Wij komen toch van de watervallen van Co.
Want we hebben twee treinen gepakt. Twee treinen gepakt. En die ene trein reed naar Brussel. En elke trein vanuit Luik naar Brussel stopt in mijn hoofd in Landen en Tiene en Leuven. Maar deze wou niet stoppen, omdat hij een vertraging had. Of omdat het zondag is, weet ik veel. Dus helemaal doorgereden naar Leuven. Maar het regent, dus eten we hier eerst iets. En mama rijdt naar Lübeck. Dus we gaan naar het huis van Moeken en Vaken, die zijn er spijtig nog niet. En dan vandaar met een auto of ik nog alleen met de fiets. Dat Elan niet kletsnat wordt, hè. En zo zit het erop. Maar dat is enkel nu. Wat was er voor allemaal? Van alles leuk gedaan, hè. Kampvuur, we noemen het Plopsaco. Je hebt gevist vanmorgen. En hoe was dat vissen? Goed. Goed. Elan vond het vissen leuk. Heb je iets gevangen? Nee, het was ook te kort, hè. Goed. Dus, groetjes vanop de trappen van Leuven. En bij deze is de video helemaal gedaan.